En wij vragen ons natuurlijk allemaal af, ben je al benaderd? Ja, ik ga alleen maar als René meegaan. Ja? Twee assistenten gewoon? Ja, René en Johan. Maar wie moeten volgens jou de nieuwe assistenten worden dan bij Oranje? Daar gaat het nog steeds over. Ik heb het tegen Johan gezegd. Wanneer was hij wel? Verleden week, hè? Niet. Ik zou voor Frankrijk gaan kiezen. Maar die wil helemaal niks meer, Jan. Nee, maar je vraagt toch wat ik... Ja, maar ja, als het niet reëel is, heeft het geen nut natuurlijk. Ja, dan weet ik toch niet dat hij niet wilde. Jij weet dat, ik weet dat niet. Nou, volgens mij wil hij ook. Ik geef alleen maar mijn gedachten. En Jan zei dat ook. Ik had gewoon gezegd, Rijkaard en Van Bommel. Waarom? Van Bommel heeft de gift. Rijkaard heeft die rust, weet je, om die gasten bij elkaar te... Maar ja, ik weet natuurlijk niet of hij nog... Als Van Bommel zijn contract opzegt in Saoedi-Arabië, wordt hij waarschijnlijk onthoofd. Ja, maar dan wordt iedereen gelijk. Nee, maar ik denk dat de KNVB genoodzaakt is. En ik vind dat geen enkel probleem. In Engeland doen ze dat al jaren. Door de assistenten gewoon clubtrainers te vragen. Die dan een paar dagen vrijgesteld worden en meegaan. Want loslopende jongens die geschikt zijn voor die functie, die zie ik zo niet lopen. Maar jij vindt ook een goeie, René en Johan? Mark van Bommel, goeie? Ja, ik denk wel dat de KNVB daar problemen mee heeft. Want je haalt ook meteen Bert van Marwijk weer binnen, hè, via de achterdeur. En... ik weet niet of... Wij zitten nou maar met allerlei namen te gooien de hele tijd. En ik vind het allemaal wel leuk, hoor. En ik zit overal naar te luisteren. Maar Mark van Bommel wordt zijn hele leven al gezien als een hele enge jongen. Ja, daarom juist een nare jongen. Maar daarom, hij kan het boel scherp. Kom op.